Dit is het Kids Dictionary van maandag 30 november. Met een anti-vandalismeprijs voor basisscholen en een oeroude oma. Maar we beginnen met duivels in Rotterdam. En let goed op, want na de mop van de dag hebben we nog 3 vragen voor je over dit journaal. Bommen, vreemde pakketjes of mijnen? De marine controleert sinds kort of de haven van Rotterdam wel veilig is. Met een duikteam en duikrobots houden ze alles goed in de gaten. De marine is het leger van de zee. Zij moeten ons land beschermen tegen misdadigers en geweld. Als duiker moet je niet bang zijn om het koude water in te gaan. Iedere dag vinden ze weer andere dingen in het water. Het is niet het mooiste water, maar het geeft wel natuurlijk een extra dimensie. Dat je niks ziet. Dus ja, wat je tegenkomt is altijd een verrassing. Het geeft toch een beetje weer de kriebels in je buik van wat gaan we tegenkomen, hoe groot is het? Gelukkig hebben de duikers tot nu toe geen gevaarlijke pakketjes gevonden. Weet jij wat vandalisme is? Dat is het kapotmaken van iets zonder reden. Een steen door het raam gooien bijvoorbeeld. 3 basisscholen in de stad Almere hebben een prijs gewonnen omdat ze hun school goed beschermen tegen vandalisme. Het was feest op basisschool Leren met Plezier. Zij wonnen de 2e prijs en kregen daarmee €750, een beker en een grote taart. Ook deze basisschool krijgt wel eens een steen door de ruit, maar is toch een stuk vandalismeproof geworden. Daar waren wel een paar aanpassingen voor nodig. In de eerste instantie zorgen we natuurlijk dat alles gesloten is. Ramen dicht, deuren dicht, op slot. En vervolgens alle luxe flex daar beneden, zodat alles wat eventueel nog voor het grijplicht weg is. De aanpassingen lijken voor de hand te liggen, maar zijn dat niet? Nou, dat zou je denken, maar in de hectiek van een schoolvakantie worden sommige dingen wel eens vergeten. De campagne lijkt te helpen. Er is dit jaar al minder vernield op de scholen. En dan nu kort nieuws. Na wekenlang spanning is er dan eindelijk een winnaar van de talentenjacht So You Think You Can Dance. Dat is het dansprogramma van RTL 5, waarin de beste dansers van België en Nederland tegen elkaar streden. Er kan er maar 1 de beste zijn en dat is de Belgische Els uit Aalst. Zij wint €20.000, een rol in een musical en een dansopleiding in Amerika. Dit weekend was het groot feest in Thailand. Niet voor mensen, maar voor apen. De dieren zorgen er namelijk voor dat veel toeristen naar Thailand komen. En daar willen de mensen de apen voor bedanken. Dat deden ze door de apen te verrassen met een enorm buffet van heerlijke hapjes en drankjes. Vandaag vergaderen 60 basisschoolleerlingen met minister Kramer van Milieu over het klimaat. De kinderen bedenken 6 voorstellen om het milieu te verbeteren. Uit alle ideeën kiest de minister een gouden tip die ze het komende jaar probeert uit te voeren. De oudste vrouw van Nederland is 107 jaar oud. Maar in Turkije leeft een nog veel oudere vrouw. Ze is met haar 135 jaar misschien wel de oudste vrouw van de wereld. Shirin Abadi is geboren in 1874. Haar achterachterkleinkind vertelt over zijn bijzondere oma. Kendisi şimdi 135 yaşında. 6 tane çocuğu varmış. 3 tane ölmüşler, 3 tane yaşıyorlar. Ben torunu oluyorum. O torunu torunasıyım hocam. Ondanks haar leeftijd is Shirin nog erg bij de tijd. Helaas is haar lichaam niet zo sterk meer. Ze ligt al 35 jaar in haar bed. De wonderoma kon altijd goed rondkomen van het geld van de regering. Maar na een tijdje kreeg ze ineens geen geld meer. De regering dacht namelijk dat ze toch niet meer zou leven. Gelukkig zagen ze in dat ze een fout hebben gemaakt en kregen ze volgende maand gewoon weer haar geld. En dan nu de vraag van de dag. De vraag van vrijdag ging over Mekka. Deze heilige stad ligt in Saoedi-Arabië. De vraag van vandaag gaat over een rivier in Rotterdam. Wat is de grootste rivier van de stad Rotterdam? Morgen hoor je het antwoord en hebben we ook weer een nieuwe vraag voor je. Tijd voor het weer. Het is een wisselend dagje vandaag. Aan het begin van de middag is het nog zonnig, maar later in de middag is het bewolkt en regent het op veel plaatsen. Het wordt ongeveer 8 graden. Goed nieuws voor morgen, want dan is er veel kans op zon en regent het veel minder dan de laatste tijd. Dit was het voor vandaag.
Heb jij goed opgelet tijdens dit journaal? Beantwoord dan na de mop van de dag 3 quizvragen. Morgen zijn we er weer. Tot dan! Hoi, ik ben Matthijs, ik ben 10 jaar en ik ga een heel leuk raadsel vertellen. Het rijdt op de rails, het legt een ei, heet de slurf en kan vliegen. Rara, wat is het? Een locomo kip-kanarie-vantje.